stad Amsterdam kan niet zonder u. Een samenleving heeft een sociaal weefsel nodig, een netwerk van mensen die zich inzetten voor onze samenleving. Uit alle verhalen die ik over u persoonlijk zo dadelijk zal vertellen, zal dat blijken. En u bent echt stut en steun voor onze fantastische stad. U verricht sinds 1992 werkzaamheden voor NVSG-station, dat als enige omroep homo-nieuws vanuit de Gay Capital Amsterdam brengt. NVS zendt via Salto 1. NVSG-station begon overigens in 1994, als ik het goed heb, als krakers- en piratenzender, wordt allemaal echt bij Amsterdam, MVS. En de afkorting MVS stond voor man, vrouw, seksualiteit. De tv-items zijn ook via YouTube te volgen. En door openhartige gesprekken wordt homoseksualiteit en alle vraagstukken binnen de LHBTI-gemeenschap bespreekbaar gemaakt. En daarnaast wordt regelmatig ook aandacht besteed aan homo's of de LHBTI'ers in hun gemeenschap over de islamitische achtergrond die zij hebben. U maakte jarenlang met een enthousiaste vrijwilligers het radioprogramma De Platenkoffer. En met uw grafische achtergrond belandde u in een PR-groep. Het bestuur maakte u zich sterk voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Onder meer voor de 4 mei-herdenking bij het Homo-monument. 30 jaar geleden was u bestuurlijk betrokken bij de totstandkoming van dat monument. En na de oplevering ervan was u voorzitter om de nodige nazorg ook weer te coördineren tot opheffing van de stichting. En vanaf 2006 treedt u ook op als ceremoniemeester op 4 mei bij de herdenking bij het Homo-monument. Meneer Vellinga, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te onderscheiden in de Orde van de Oranje Nassau. Menne, gefeliciteerd met de kroon op je werk. Ja, de kroon op mijn werk als ruim 40 jaar vrijwilliger zijn voor de LGBT-community. MVS werd genoemd door de burgemeester, vond ik wel hartstikke leuk natuurlijk. Dus, ik draag het ook natuurlijk voor de andere vrijwilligers, maar goed, ik mag het dan dragen. Homo-monument, ontstaan daarvoor, de nazorg. Maar ook daarvoor ben ik in het COC actief geweest. Dat is nu niet genoemd, want voor alleen 12 jaar ceremoniemeester zijn op 4 mei, wat ik met trots doe, ja. Ik draag het ook met trots, dat is niet voldoende vind ik, dat moet wat meer zijn. Dus dat moet in de tientallen jaren lopen, dus ik kan het met trots dragen. Je hebt natuurlijk jarenlang televisie gemaakt en nog steeds actief bij MVS. Je hebt vele thema's voorbij zien komen, wat is je meest bijgebleven? Nou, het meest aangrijpende, ik vond het heel aardig dat de burgemeester dat ook memoreerde, is toch gek genoeg die momenten wanneer het om de relatie mensen met de islamitische achtergrond gaat, vluchtelingen. Daar heb ik dus, die zijn vaak op mijn pad gekomen en had ik ook het vertrouwen mee om daarmee te praten, want die zaten toch natuurlijk in een heel ernstige situatie vaak. Ja. En dat is mooi dat je ze kan ontdooien en dat ze toch hun verhaal doen, waarmee we hopen dat bijgedragen aan hun emancipatie binnen wat wij gewoon vinden. Ja. En volgende week is het weer 4 mei, dodenherdenking. Ben je weer spreekstalmeester? Ja, zo heet dat. Ceremoniemeester en dievenstoeljager, zoals mijn vader dat noemde. Ja. Ja, dat is voor mij altijd weer een uitdaging om dat alles weer goed te laten verlopen. Met respect, maar ook met aandacht voor de groepen die er komen. En dat is ook de reden dat ik 13 jaar geleden zei, misschien moet het wat meer gestroomlijnd worden. En dat vindt iedereen benaderd inzien prettig. Alle aanwezigen vinden het aangenaam om te horen wie komen daar, om de diversiteit ook duidelijk te maken. Daarom noemen we ze ook met name. En wie gaat er dit jaar spreken? Zubat Boumedjen is gast dit jaar. Verder komen er twee studenten die gaan een duo-gesprek doen. Heel spannend, want ik weet nog niet wat het wordt. Namens de ASVG, dat is de Amsterdamse Studentenvereniging Gay, ja. LGBTI en al die letters erbij.
En het COC wordt dit jaar vertegenwoordigd door de voorzitter van COC Noord-Holland-Noord. Om het in een wat brede kader te zetten, want het monument is natuurlijk geen Amsterdams monument. Al zit het nagelvast op de Westermarkt achter de Westerkerk. Heel veel plezier en gefeliciteerd met je onderscheiding. Dankjewel. En keep up the good work. Dankjewel, Wes. Met Ariel op het podium heb je als publiek de jackpot. Zo komt er een recensie over uw theaterprogramma met Marijn Brouwers uit 2016. En dat is al eigenlijk sinds de jaren 60 van de vorige eeuw het geval. U heeft uw opleiding genoten bij Wim Kan en Corrie Vonk. En dat u iets meer fan was van Wim Sonneveld vonden ze kennelijk niet echt erg, maar wel grappig, geloof ik. En of het nu gaat om de massaal bekeken televisieseries, kaskrakende musicals of het theaterlied voor fijnproevers. Uw zangkunst, uw acteerwerk en talent voor de camera, het toneel, solo, in duo's of met een hele grote cast. Alles wordt in gelijke mate geprezen. En dat begrijpen wij allemaal niet heel goed. De Gouden Harp, de Annie M.G. Schmidprijs en de Kleinkunst Edison zijn maar een drietal voorbeelden van de heel veel prijzen die u in de loop van uw carrière in de wacht heeft gesleept. Aanstaande talent in Nederland zien u als een voorbeeld. En uw collega's vinden het een voorrecht om met u te kunnen werken. Recensenten die roemen uw authenticiteit en uiteraard ook uw veelzijdigheid. Schaap met duizend poten zou het eigenlijk moeten heten, of zou uw café moeten heten. Uw publiek laat zich door u aan het lachen maken, inspireren, maar ook, en dat is ook heel belangrijk, van kunst en cultuur ontroeren. En applaus zal wel uw grootste beloning zijn, maar het datgene wat u kunt overbrengen op publiek evenzeer. Het is mij een groot genoegen om u te kunnen meedelen dat het Zijn Majesteit de Koning heeft behaagd om u te onderscheiden in de orde van de Nederlandse leeuw.